dat proef ik. D66 heeft in onze inspraaknota heel bewust gezegd, dat is een gek beleid. Want je kunt niet aan de ene kant zeggen dat de Molukkers de gelegenheid moeten krijgen om hun eigen cultuur te handhaven. En vervolgens een paar pagina's verderop zeggen dat het maar het beste is om ze zoveel mogelijk te spreiden. Dat kan niet. Ik vind het ook een teken van slecht beleid dat je een wijk projecteert en dat je een kerkgebouw of een gemeenschapsgebouw een end van die wijk vandaan zet. Dat is geen goed beleid. En ik zou ervoor willen pleiten dat men dan desnoods op de valreep hier en daar in Nederland nou eens een keer het aandurft om een ander soort beleid te voeren. En ik denk, en ik moet erbij zeggen, ik hoop dat D66, want wij zijn natuurlijk een politieke werkgroep, wij moeten afwachten of de Tweede Kamerfractie in zijn geheel een dergelijk beleid met kracht zal willen ondersteunen, maar ik hoop dat wij pogingen in het werk zullen stellen om te zeggen, nou dit kan niet meer. Dat kon naar mijn idee 20, 30 jaar geleden ook niet, maar toen gebeurde het. Nu kan dat zeker niet meer. Vandaag de dag hebt u er recht op dat er met u over u wordt gesproken en niet over u en zonder u. Onze adviezen aan de Nederlandse regering hebben wij als inspraakorgaan duidelijk gemaakt, hè? Dat er mag geen beleid worden gevoerd zonder medezeggenschap van de mensen zelf. Dat mag niet. Dat is voor in mensen. In welk jaar is dat te beginnen? Dat is voortdurend gezegd in de tijd dat de mensen in de kampen woonden nog. Toen werden de mensen als het ware gedwongen om in de woonoorden te komen, in de woonwijken. Nou, de Molukkers hebben gezegd, nee, we willen niet, en dergelijke. Dus al heel vroeg hebben wij gezegd, wij dus niet, de Molukkers in het algemeen hebben gezegd, het mag niet meer dat de Nederlandse regering een beleid voert zonder medezeggenschap, politieke medezeggenschap van de Molukkers zelf. Toen het inspraakorgaan ingesteld werd, heeft het inspraakorgaan ook gezegd dat dat niet meer kan. Zo even is meneer Douwes ook gezegd, in deze tijd kan dat niet meer, dat past niet meer. Nu, ten aanzien van de huisvesting heeft het inspraakorgaan altijd gezegd, ook daarin moeten de Molukkers zelf zeggen hoe zij willen wonen en of zij ook bij elkaar willen wonen. Het is duidelijk dat het inspraakorgaan zegt, als Molukkers bij elkaar willen wonen, dan moet dat kunnen. Ja? En het inspraakorgaan heeft ook kritiek geleverd op het beleid van de Nederlandse regering, dat het beleid van minister Wiegel gericht is op spreiding, passief spreidingsbeleid. Ja, en daar is het inspraakorgaan duidelijk tegen. Wat houdt dat in, passief spreidingsbeleid? Passief spreidingsbeleid houdt in dat niet serieus gewerkt wordt aan de behoefte van de Molukkers om bij elkaar te wonen. Om een woonwijk te laten bouwen. Maar dat de regering dat laat voor wat het is. En dat het gewoon de regering het aan de tijd overlaat dat Molukkers langzaamaan op de lange duur dus her en der zich gaan verspreiden. Dus dat is een zogenaamde passieve druk. Er moet een onderzoek worden gedaan naar de woonwensen van de Molukkers. De woonwensen in de zin van, willen jullie bij elkaar wonen? Ja of nee? En daar waar een aantal Molukkers zeggen, wij willen bij elkaar wonen, dan moet daar een woonwijk voor komen. Daarom is het inspraakorgaan dus al 3 jaar geleden, al heel vroeg, heeft het inspraakorgaan gezegd, regering, u bedrijft spreidingsbeleid, passieve spreidingsbeleid voert u. Ook vanwege de reactie van het inspraakorgaan op de eerste kraakactie. Ja. We hebben het inspraakorgaan ook hierin benaderd. En we hebben ook gevraagd wat de mening van het inspraakorgaan eigenlijk is met betrekking tot deze zaak. Ik kan me alleen herinneren dat de ene man Charlie Behoeken was en de andere kan ik me niet meer herinneren. Die zouden eigenlijk deze probleem terugbrengen naar het inspraakorgaan. En tot heden hebben we eigenlijk ook nog niks
vernomen wat eigenlijk het standpunt is van het bestuur of het dagelijks bestuur van Innsbruck ten aanzien van dit probleem. Heeft u dat probleem telefonisch gedaan? Naar aanleiding van de actie zijn er mensen van het Innsbruck-orgaan bij ons gekomen. In de kraak. Dan heb ik het wel over een kraakactie. Een kraakactie die dat vorig jaar, geloof ik, vorig jaar is gedaan door een aantal jongeren. En de inspraakorgaan erbij gehaald, de situatie voorgelegd, uitgelegd. En de inspraakorgaan, mensen die gingen terug om advies te vragen bij het dagelijks bestuur in deze zaak. Want tot heden hebben we eigenlijk ook niks gehoord van de inspraakorgaan ten aanzien van dit probleem. Gezien de... En daar wil ik eigenlijk ook een reactie van, of de heer Hoel hier op de hoogte van is eigenlijk. Ik ben natuurlijk inderdaad op de hoogte. Ik moet eerlijk zeggen dat wij niet alleen maar met het aantal, met de woningproblemen te maken krijgen, maar met meerdere zaken te maken krijgen. En wij hebben al lang geklaagd bij de overheid dat wij zeer zwak bemand zijn. Met 4 man moet je het hele terrein van de regering voor verschillende ministeries bestrijken. En wij doen ons best. We kunnen niet meer dan wij kunnen. We zijn echt onderbemand. En we hebben daarom ook gevraagd om meer subsidie voor meer mankracht. En dat is ons geweigerd. We hebben gezegd, heren van CRM en van BISA, zo kunnen wij niet goed werken. We hebben meer mankracht nodig. En dat is keer op keer gevraagd, maar ook keer op keer helaas geweigerd. Maar wij blijven gewoon stellen dat wij niet goed kunnen werken wanneer wij dus onderbemand zijn. Met al zoveel, met zoveel vraagstukken die wij moeten behandelen. Dat was het. Naar de situatie hier in gemeente Epe. Daar maakt de gemeente een beleidsnota. Dan wordt er ingesproken op dat beleid. Op die beleidsnota. Inspraak wordt gegeven. Dan zeggen Molukkers, nee, dat mag niet, het moet zus en zo, niet zo, maar wel zus en zo. Ja? Dan spreek je je wens uit, naar aanleiding van dit stuk. Nou wil het geval namelijk wel zo te zijn, dat uiteindelijk de gemeente beslist. Ja? Maar de gemeente kan niet beslissen zonder ook argumenten daarvoor te brengen waarom hij zo beslist. Nou, dat is inspraak bij de zeggenschap. Hoe je ook wil noemen, inspraak, medezeggenschap of medebeslissing of advisering en dergelijke. Maar de inspraak, het advies, meebeslissen, moet serieus genomen worden. Daar gaat het om. Nou, zo is het namelijk ook op welk niveau dan ook. Op provinciaal niveau of op landelijk niveau. De stem van de mensen die uitgebracht is naar aanleiding van de nota van de gemeenteoverheid of de provinciale overheid of van de centrale overheid, die stem moet serieus genomen worden. Noem die stem in advies of medezeggenschap of inspraak of wat dan ook. Het gaat om het beïnvloeden van het beleid. Het gaat om het beïnvloeden van de mentaliteit bij de anderen. En dat doen wij als inspraakorgaan. Op die manier dat wij ook met argumenten, met keiharde argumenten komen. En de Nederlandse regering zelf erkent dat onze adviezen goede adviezen zijn. Waar de Nederlandse regering rekening mee moet houden. En om alternatieve mogelijkheden, oplossingen voor gesignaleerde problemen. En daarvoor moet je eerst weten wat is nou precies het probleem. Nou, het probleem is dat er een aantal woningen zijn gebouwd ter vervanging van de barakken. Dat er vervolgens een aantal mensen niet heel legitieme en begrijpelijke redenen. Maar ik moet daarbij zeggen dat ik op dit moment het probleem voor de bewoners, de principiële bewoners van de brakken, zie ik op dit moment, daar zie ik geen oplossing voor. Ik wil daar heel eerlijk in zijn. Ik wil er niet omheen draaien. Ik zie daar geen oplossing. Omdat dat haak staat op het beleid of de constatering van minister Wiegel van gedane zaken nemen geen keer. En we moeten af van het idee dat die Molukkers nog eens een keer allemaal tegelijk het land zullen verlaten. We moeten rekening houden met het feit dat ze hoogstwaarschijnlijk in grote getale hier zullen blijven.
Daarmee is de Tweede Kamer in zijn oude samenstelling akkoord gegaan. Er is wel wat gesputterd en er zijn mensen hebben hun sympathie uitgesproken en weet ik veel wat allemaal meer. Maar het politieke feit ligt er dat de oude situatie geschiedenis is geworden. En de principiële bewoners van de barakken zijn een teken vandaag de dag nog van een historische blunder van de eerste orde. Dat wil ik nog wel zeggen, maar het is ook vrij goedkoop dat ik dat zeg vanuit D66. Want D66 is een partij die is ontstaan nadat de hele problematiek is ontstaan. En het is natuurlijk zo dat de belangrijke...